Bewoners van appartementencomplex Thuishavens 300 in Nijmegen wachten al 14 maanden op een parkeervergunning. Dit leidt bij de bewoners tot frustratie, omdat er genoeg ruimte is op het parkeerterrein voor de deur van het complex. Hier mag echter niet geparkeerd worden, waardoor zij vaak 20 minuten moeten lopen van hun auto naar Thuishavens 300. De bewoners van het inmiddels 14 maanden oude appartementencomplex Thuishavens 300, gelegen aan de havenkade, maken zich al ruim een jaar zorgen over hun parkeermogelijkheden. Door het uitblijven van de parkeervergunningen kunnen de beschikbare parkeerplaatsen, gelegen naast het gebouw, niet gebruikt worden door de bewoners. Dit roept frustratie op bij de bewoners die hun zorgen neerlegden bij Stadspartij Nijmegen tijdens een inspraakavond. En daar hebben de bewoners van Thuishaven 300, die hebben daar ingesproken. We hebben het aangekaart bij het college en we hopen dat die met oplossingen of suggesties gaat komen. Zodat de bewoners snel een parkeervergunning hebben. Sowieso dat ze aan de dichtbij zijn, zijn de parkeerplaatsen. En die staan bijna altijd leeg. Daar zouden hun de auto's kunnen parkeren. Alleen het is een andere zone. Dus daar zal dat geregeld worden. Dat ze gebruik kunnen maken van die zone. En dat ze daar een parkeervergunning voor krijgen. Vanuit gemeente Nijmegen gaf woordvoerster Marleen Oldenhaven een schriftelijke reactie. Zij liet hierin weten de situatie vervelend te vinden voor de bewoners. De gemeente is bezig met een juridisch onderzoek wat in de afrondende fase is. In het onderzoek wordt gekeken naar de rol van de gemeente, ontwikkelaar en bewoners. Bewoners krijgen geen parkeervergunning op straat, daarom is aangegeven dat zij wel een abonnement kunnen aanschaffen voor een parkeergarage, zoals de Keizer Karel garage. Het is een complexe situatie waar gemeente Nijmegen nog mee bezig is en waar de gemeente de bewoners samen met de ontwikkelaar op de hoogte houdt. Voorwaarde voor de bouw van dit pand was dat parkeren voor bewoners op eigen terrein gerealiseerd moest worden, omdat bewoners geen parkeervergunning krijgen voor parkeren in de openbare ruimte.